Zo, daar ben ik ondertussen weer terug. Dus jullie... Yo, ik zit hier, ik top. Nou, mijn upgradeje erbij. Dus jullie kunnen zien, gaan we nu ook staal produceren. Ik doe het even naar workers, ja, dat begrijp ik. Want ik heb staal dus nu ontlokt. Wat kost is dus gewoon eigenlijk exact hetzelfde wat je nodig hebt voor de blauwe science. Daarom zit hij ook even hier in de buurt. En dan hoeven ze niet zo'n pokken te gaan rijden. Denk. Daarnaast hebben we dus ook de Simple Farms ontlokt. Daarmee upgrade je eigenlijk je huisjes. Dan kan je dus meer mensen op één plek hosten. En ik blijf superveel ontlokken nu, omdat het nu gaat snel nog. Ik heb twee extra windturbines erbij gezet. Om zo zeker te zijn dat we voldoende hebben. Dan plaatsen we nog even wat extra huisjes erbij. Ja. En dingen doorheen laten lopen, helaas. Maar zo groeit onze stad weer meer. En later op een gegeven moment, op een verder stadium, kunnen we ook gewoon puur alleen zuurstof bijvoorbeeld hier neerzetten. En de carbon meer daar. Maar nu is het meer dat ik allebei op één ding heb. Laten we even... Kan ik gaan. Upgraden. Oké. Okay. Deze krijgt geen zuurstof. Wat is je probleem, jongens? Waarom krijgt hij geen zuurstof? Want hij heeft toch allebei nodig. Hij heeft drie nodig, allemaal iron en hij heeft koper nodig. Kijk, daar komen alle iron trucks alweer aan. Even block the park, oké. Okay. 180 concrete om te bouwen. Deze lopen wel gelijk nu zo te zien. Maar ze krijgen eigenlijk net te weinig stroom. Kijk, nou zijn ze weer efficiënt. Maar dan zeg ik bij deze, bedankt voor het kijken, bedankt voor het abonneren. Hoop ik vond het een leuke video. We hebben een kleine start gemaakt van een nieuwe, ja... Civilization eigenlijk, die we hier gaan bouwen. En dan zeg ik nog maar één ding, en dat is later. Zo, daar ben ik dan weer terug. Jullie kunnen zien, heb ik ondertussen weer voldoende. Dan kunnen we... er eentje neerzetten. Wel bekijken, ik zet er twee neer. En zoals je ziet komen hier dus dan die autootjes. Voor alle inwonertjes hier naartoe rijden. Dan doen we hier onze research. Nou, op die manier hebben we het ook gefixt en dan hebben hun dus. Iron ore moet er nog aankomen, zoals je kan zien. Dat gaan we later ook allemaal aanpassen.
sowieso mijn farming aan. Cube production, electronics, green. Home applications, aluminium mining, arch buildings, computers. Die kunnen allemaal aanstaan. Maar dan zie ik jullie wel weer wanneer ik weer wat meer geld heb. Of ja, meer bouwresources heb. En dan zie ik jullie dan wel weer. Hallo, leuk dat je kijkt. Dit is een nieuwe video hier op mijn kanaal. Zoals jullie kunnen zien gaan we weer eens een nieuwe game spelen. Deze game heet Infraspace. Hier moet je dus ja, een infrastructuur bouwen in de ruimte eigenlijk. En ik zie dat ik nog steeds aan heb staan dat mijn lampen meekleuren met wat er op mijn beeld gebeurt. En dat maar even uitzetten. Road network. Wat doen we dan? Dan moeten die allebei naar een fabriek toe. Plaatsen we hier. Die plaatsen we zo dat we straks meerdere fabrieken erbij kunnen bouwen. Oh. Kan de game eigenlijk al op play? Oh. Kijk, nou krijgen wij dus concrete erbij. Dan zegt hij dus ook dat wij een warehouse kunnen bouwen. In die warehouse wordt er dus eigenlijk allemaal opgeslagen. Ja. Dan hebben we ook straks huisjes nodig voor mensen. Yes, kijk. Ah, yes, Arwen. Oké. Want Arwen oren hebben we dus nodig om weer te gaan onderzoeken. Ja, kijk. Om dus de Blue Science Packs te maken. We hebben iron nodig. Laten we deze weg eens helemaal doortrekken. Dan zal hij dat nu dus niet meer hoeven. Als het goed is. Nou, ik heb de game even wat sneller gezet. Gaan we hier. Bullen of storage tent. Ik net te weinig cent. Ik krijg ze nog wat extra cent erbij. We hebben dus eigenlijk gewoon veel te weinig mensen. En ik heb hier dus te weinig voor. Maar zie ik jullie wel weer wanneer ik genoeg heb om hem te maken.